paar gelovigen. Eerst enkele mededelingen. Vandaag de 21ste zondag na Pinksteren. Het is missiezondag, dus ja. De missies zijn nu onze eigen landen geworden. En we zijn helemaal missionair geworden. Wij rekenen op de steun van de gelovigen voor gebed en materiële hulp voor de missie tot ontplooiing te brengen. Morgen maandag de heilige Antonius Maria Claret, bisschop en beleider. Dinsdag de heilige Rafael Aartsengel. Woensdag door de week gedachtenis van de heiligen Chrysanthus en Darius Martelaren. Donderdag door de week de gedachtenis van de heilige Evaristus, Paulus en Martelaar. Vrijdag door de week en zaterdag de heilige Simon en Judas, de heilige Judas Thaddeus natuurlijk. Er waren dus twee apostelen die Judas heten. De ene dus Iscariot, de verrader, en de andere Thaddeus. En om het onderscheid te maken noemt men de tweede eigenlijk meer Thaddeus, maar hij heet Judas Thaddeus. Een grote heilige. En komende zondag, de 22e zondag na Pinkster, het is tegelijkertijd de laatste zondag van oktober, dus het is het feest van Christus Koning van eerste klas. Ik ben geloof ik juist. In verband met Christus Koning zal ik eerst iets zeggen ter voorbereiding van het feest in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Inderdaad, die paar gelovigen volgende zondag dus feest van Christus Koning. Maar Christus wil heersen via de mensen. Hij is een koning die rekening houdt en op een buitengewone manier rekening houdt met de vrije wil. Op een aardse koning kan er een honden aan zijn tegen wil en dank. Maar bij Jezus is dat niet het geval. De enigen die in zijn rijk komen, doen dat met volle overtuiging. En met de ganse hart, in de hemel komen alleen maar heiligen binnen. En die heiligen zijn dus helemaal voor God, en beminnen God helemaal boven alles. En normaal is het niets anders. Dus Jezus wil dat de mens medewerkt. Dus, en ook zijn koningschap oefent hij op zulke wijze uit dat hij ons medewerking vraagt. Het is dus een koningschap, maar er is een koningschap in oorlog. En we zitten volop in die oorlog en wij blijken te verliezen. Want we zijn serieus aangetast. Dus wat ik nu zou zeggen, dat is een korte herhaling, dat het meeste weet je, niet zo niet alles. Maar het is mooi om dat een keer op een reis te zetten en van alle kanten te bekijken. Dus wij lijken die strijd te verliezen, maar het is niet mogelijk dat we hem verliezen, omdat wij God aan onze zijde hebben. Of wij zijn beter gezegd aan de zijde van God. Wij stellen de strijd van God. Dus wij kunnen niet verliezen. Maar er kunnen toch wel serieuze nederlagen geleden worden. Dus we kunnen slagen, dus een slag, kan verloren worden. Verschillende slagen kunnen verloren worden. Maar de oorlog kan niet verloren worden. Dus we weten het allemaal. Maar het is in de ganse geschiedenis van de mensheid altijd zo geweest dat er antichristen waren, dat die er waren. Het grote probleem tegenwoordig is dus het probleem van autoriteit. Daarom dat ik erover spreek in verband met het feest van Christus Koning. Het grote probleem is dat we geen goede kerkelijke autoriteit hebben, tenminste aan de hoogste top, en ook niet in de politieke wereld, in onze, of natuurlijk gebied, in onze landen. We hebben praktisch geen goede heersers meer. Dus de oplossing zal tegenovergestelde van de kwaal. Dus de oplossing zal zijn onvermijdelijk een goede koning en een goede paus. Of een goede paus en een goede koning, als je dus de belangrijkheid eerst zet. Maar chronologisch eerst de goede koning of keizer en dan de paus. Want de paus gaat niet komen als hij niet beschermd wordt door de keizer. Want anders wordt hij door de kabal, de huidige tirannie, dus
vermoord, zoals de laatste pausen vermoord zijn, hoogstwaarschijnlijk, zo niet zeker, zijn Pius X, Pius XI en Pius XII vermoord. Dus eigenlijk zijn het martelaars. Want ze zijn gedood om het feit dat ze paus waren, dus katholiek. Er zijn altijd vijanden geweest. Mensen die zich als tiran opwierpen, die zich zelfs tot God uitriepen. Dus begonnen met, voor zover dat wij weten, met Nabucodonosor, de koning van de Babyloniërs, die zich tot God uitriep. Dan hebben we nog Alexander de Grote, die zich beschouwde als een halve god. Een halve dan. Wat dat betekent, dat mag hij weten. Want God is helemaal of niet, dus een halve god is al een tegenspraak in de termen. Maar ja, hij beschouwde zich als een halve god. Of een mens met goddelijke eigenschappen, waarschijnlijk zoiets inderdaad. En dan heb je dus de Romeinse keizers gehad, Julius Caesar, die zich begon uit te roepen als keizer. En daarna zijn opvolgers, wat Diocletianus, Nero en Diocletianus, die zich tot God uitroepen. Vooral uitdrukkelijk Diocletianus en nog anderen. Enzovoort, het houdt niet op. Maar in ieder geval, wat is er nu specifiek? Nu specifiek is dat onze vijanden niet openlijk zijn. En dat de oorlog is heel specifiek, is eigenlijk geniepig, is eigenlijk geheim, is eigenlijk dubbelwandig. Het doet zich voor als iets goed en achter de schermen wordt er iets verkeerd gedaan. En het is heel erg verkeerd. En onze vijand is eigenlijk niet duidelijk gekend. Hij maakt zich niet gekend. Integendeel, hij houdt zich zoveel mogelijk ongekend. En die vijand, dat is niet één persoon, zoals Nero, Nabucodonosor of Pol Pot of Hitler of noem maar op, Napoleon. Het is niet één persoon, maar het zijn families, het zijn clans, het zijn groepen van mensen. En het is niet een bepaald deel van de wereld, ook niet het belangrijkste deel van de wereld, maar het is de ganse wereld die ze proberen in handen te krijgen. En ze hebben ook, eigenaardig genoeg, praktisch alle macht en alle geld controleren ze. En bovendien hebben ze beschikking over een buitengewone techniek die er nog nooit geweest is. Dus het is juist zeer gevaarlijk. En bovendien worden ze geholpen door de duivel die nooit zo sterk is geweest, zoals het visioen van Leo XIII heeft gezien. Dus dat alles maakt de aanval geweldig sterk op de kerk, en want de kerk wordt geviseerd in de eerste plaats. Want de kerk staat het meeste in de weg van onze vijanden. Het is trouwens een oorlog die door God uitgeroepen is. Specifiek tussen de duivel en de kerk. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw. Spreek dat tegen de slang in de duivel tegenwoordig. Tussen uw nakomelingschap, dat zijn de mensen die zich aan de zon overgeven. En haar nakomelingschap, dat zijn de mensen, de kinderen van Maria, dat is de kerk. Dus het is een oorlog. Maar in een oorlog moeten we zien dat we op alle fronten eigenlijk stand houden. Als er op een bepaald gedeelte van de front een bres is, dan is een oorlog verloren. Dat zie je ook in de oorlog van Oekraïne. Er is een front van 1000 kilometer en Oekraïne probeert ergens door te breken en Rusland ook. Dus om een bepaalde bres te slaan in de frontlijn. Dus over de ganse frontlijn moet je een verdediging opstellen. Ofwel, als er een gat is, dan is het gewoon gedaan. Dan is het zoals een gat in de dijk, dan is het een overstroming. Dus wij moeten op alle, en we worden ook op buitengewoon veel fronten aangevallen. En op een verdekte manier. Ik heb gans mijn leven moeten zoeken achter wie nu eigenlijk de vijand is. Wat nu eigenlijk die kerk dus heeft eigenlijk bedorven. Enfin, kwantitatief gezien, want de kerk kwalitatief gezien kan niet bedorven worden, want ze is één en heilig. Maar een groot gedeelte van de leden van de kerk zijn bedorven geweest. Zeg, hoe is dat nu mogelijk? Want ik heb roeping. En ik moest mijn roeping realiseren. Dus ik had de genade ook om te weten wat er gaande is. Want als ze niet weten wat er gaande is, hoe kun je dan lid worden van de kerk? Als je niet weet wat de kerk is, waar ze echt is. Trouwens, een priester is een officier in de kerk. En de kerk is een militante kerk. Dus in oorlog. Een officier moet de vijand kennen.
Anders is hij al op voorhand verloren als hij niet eens weet wie de vijand is. En dat is nu het grootste probleem. Dus het is goed voor eens een keer op een rijtje te zetten op wat overal de fronten zijn. Het is ongelooflijk op hoeveel manieren dat wij worden aangevallen. Het meeste weet u wel, zoals ik al zei, zo niet, veel van jullie, zo niet weet u wel alles, maar het is goed om het op een lijst te zetten. Ik begin gewoon met deze beste zo wat mij invalt. Maar ik denk dat de lijst min of meer volledig is. Als hij niet volledig is, contacteer mij, want hoe meer dat we weten, hoe beter. Wel, het begint met de lijst begint met de chemtrails. Dus zij worden vergiftigd via de lucht, de worm. Dus dat is wat ik zeg hier bewezen. Door feiten, kijk, het is geen theorie meer, een vermoeden. Ik heb gewoon de bewijzen. Ik heb al 10 jaar iemand die gewerkt heeft in de luchthaven van Zaventem en die gezien heeft met zijn eigen ogen dat er dus chemische producten worden in die vliegtuigen worden gebracht en die gewoon worden uitgespoten over de mensen. En dat is gewoon, ik ga het kort maken, ik ga niet alles uitleggen, want anders kun je een paar dagen om alles uit te leggen. Ik ga gewoon titels geven. Maar je zult verschieten van op hoeveel fronten we worden aangevallen. Dus de chemtrails, dat is dus kort samengevat, vergiet, we krijgen namelijk vooral aluminium en bromium. En dat komt in onze luchtwegen terecht, maar ook op de planten die wij eten, op de grond, overal. En dat is dus, dat veroorzaakt dus bij de kinderen, hoofdzakelijk dus bij de kinderen, autisme en bij oude mensen Alzheimer. Ik ga ook de remedie geven, heel kort. Binnen blijven als je ziet dat het te veel is. Op de buiten gaan wonen, in het mogelijk is. En luchtfilters plaatsen in huis, dat tenminste in huis de lucht zuiver is. Tweede front is het drinkwater. In drinkwater zitten alle elementen die heel slecht zijn voor de gezondheid. Ga dat kijken. Ik kan niet alles uitleggen, maar drinkwater, zowel in het drinkwater van de stad, als in de flessen. Bijvoorbeeld in Pellegrino is bewezen dat daar grafenoxide in zit. Wel, wat is de oplossing? Waterfilters, uw eigen bron hebben. Dat is hetgeen dat ik nu eigenlijk doe. Waterfilters kunnen heel eenvoudig zijn. Andere front waar we aangevallen worden, is het voedsel. Dus je moet vooral fastfood vermijden en bewerkte producten. Probeer een eigen moestuin te hebben en kweek. Bio eten, streekproducten. Oppassen met Tefal, pannen en potten in de keuken, want Tefal is ook weer een vergif. Als er een kras in komt, komt er vergif vrij. Dus Tefal, kijk maar, zoek het maar na. Tefal is vergif. Geen aluminium in de keuken. Ik heb al over aluminium gesproken, maar er worden dus aluminium pannen en potten aangeboden. En ook etenswaren worden in aluminium gedaan. En als je daarin zit te krassen, krijg je aluminium binnen. En dat is een vergif voor je hersenen. In de kleding. In de kleding zitten vaak chemische stoffen. Wat is de oplossing? Een paar keren wassen voordat je ze aandoet. In de medische wereld. De medische wereld is ook een vijand. Voor een groot stuk, niet iedereen. Ik zeg het, er zijn dus mensen die van iets weten, die meestal dat laagste personeel. Maar hoe hoger dat gaat, hoe meer dat de mensen nu dus medeplichtig zijn en weten waar het wel over gaat. Dus men moet zien dat men ziekenhuizen en rustoorden zoveel mogelijk vermijdt. Daar wordt systematisch euthanasie gepleegd. U weet allemaal, ik heb al verteld aan de meeste van u, de eigenares van mijn huis in Aalst is vermoord. Ik heb het allemaal bewijzen, dus haar man heeft de bewijs in handen, zij is gewoon vermoord. Vaccinatiecampagnes, geen vertrouwen in scheppen, daar bestaan heel veel gegevens over, door specialisten. Van die medische wereld wegblijven. Natuurgeneeskunde gebruiken, ik verwijs ook naar de heilige Hildegarde, die heeft Van Hoop openbaar gehad, dat is een officiële heilige in de kerk. Een goede dokter zoeken, die u dan nog kunnen helpen zoveel mogelijk is. Ook in de lichaamse zorgen worden we aangevallen. Bijvoorbeeld, in tandpasta wordt er al jarenlang fluor gedaan. En fluor is een vergif, dat wist Hitler al, dat in uw verstand het centrum aanvalt, dat u een eigen overtuiging hebt. Dus als u heel kleine delen van fluor krijgt, een gans jaar, dan zijn uw hersenen aangetast. Dat maakt u dus eigenlijk week in de wil. Dus je kunt nog wel begrijpen wat het probleem is.
Maar om de beslissing te nemen en het offer te brengen, daar is men heel, dat wordt heel moeilijk. Men wordt een kudde geest, schaap. Men volgt gewoon de grote stroom. Men heeft de kracht niet meer om zich te verzetten tegen de stroom, de stroming. In schoonheidsproducten, van lichaamszorg gesproken, zitten vaak elementen van geaborteerde kinderen. Dus alles is bewezen, dat zijn geen vermoedens. In het onderwijs worden kinderen misvormd en zelfs bedorven. Dus de oplossing is thuisonderwijs, liefst gezamenlijk, alles in het oog houden. Als je niet alles kunt, dan alle boeken in het oog houden en welke lessen ze krijgen. De overheid als zodanig, zo weinig mogelijk mee te maken krijgen. Onder de radar blijven en zo autonoom mogelijk zijn, dat je zo weinig mogelijk afhangt van die overheid. Goede politieke steunen als die nog bestaan. En bijvoorbeeld, ja, om onafhankelijk te zijn van de overheid, heb ik zijn er zonnepanelen mogelijk enzovoort, stroomgroepen, houtkachels enzovoort. Een volgende aanval, dat is elektronisch, 4 en 5G. Dat is nu de volgende aanval die nu, 5G wordt nu losgelaten op onze landen. En dat is eigenlijk een oorlogswapen dat zeer gevaarlijk is voor de gezondheid. De oplossing is ervan wegblijven, op de buiten gaan wonen, beschermende kleding dragen met zilverdraad. En ik heb nog het Memon-systeem. Memon is een systeem dat kost duur, maar dat kan eventueel bescherming, de ervaring geven. Dan de media met hun desinformatie en hersenspoelingseffect. Niet lezen, er niet naar kijken, zo weinig mogelijk en een alternatief zoeken. Er zijn alternatieven genoeg. Het internet. Het internet, er zit heel veel goed en slecht op, maar het slechte is gevaarlijk. Tot een minimum herleiden, zeer streng zijn we het gebruik. Vervolgens heb ik gesproken over duivelse invloeden. Wel, die zijn er natuurlijk bij de vleet. Dus vermijd alles wat ermee te maken heeft. En er zijn dingen die de mensen niet weten. Bijvoorbeeld het boeddhisme met die boeddha-beelden. De reiki. Reiki maakt iemand bezeten. Het is ook weer geen vermoed, het is bewezen. In de ritus van reiki, in de initiatie, zit er een connectie met een geest, een normale geest. Dus je wordt door reiki wordt je bezeten. Enzovoort. Pas op met yoga, want dat is een initiatie, een eerste stap in het boeddhisme. Alles vermijden wat er ooit mee te maken heeft met duivelse invloeden of met valse godsdiensten. En ook, je kunt als leek ook het exorcisme binnen van Leo XIII. Dan een volgende probleem dat niet onderschatten is, dat zijn de straffen van God die hiermee in verband houden. Want er zijn geen gemeenschappen in de hemel. Er zijn geen aardse gemeenschappen in de hemel. Er zijn geen landen in de wereld, er zijn geen Belgen in de wereld, er zijn geen Fransen in de wereld, er zijn geen Grieken, er zijn geen landen in de wereld. Iedereen in de wereld is een individu. Er zijn geen families in de wereld. In de hemel, pardon. Er zijn geen families in de hemel, er zijn geen landen in de hemel. Al in de hemel zijn er alleen maar individuen. Jezus zegt ook, in de hemel wordt er niet gehuurd. Dus iedereen is daar als een individu. En als er een gemeenschap is in de hemel, is dat een koor. Hoort tot een of andere engelenkoor. En dat is alles. Dus wat er in de hemel maakt dat u in de hemel bent, dat u die plaats hebt voor eeuwig, dat is de liefde tot God. Dus alle gemeenschappen die op aarde zijn, die krijgen een beloning voor het goed dat ze gedaan hebben op aarde en hun straf dat ze gedaan hebben ook op aarde. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Dus omdat we nu aan de lopende band door de gemeenschappen wordt er gezondigd, door de autoriteit die de gemeenschap leidt, wordt er gezondigd en er zijn wraakroepende zonden, dat zijn zonden die reeds in dit leven worden gestraft. En des te meer dat de maatschappij al in dit leven worden beloond of gestraft. Wel, er zijn wraakroepende zonden, dat zijn dus het doden van onschuldigen, de zonde tegen de natuur, het verdrukken van weduwen en wezen en het achterhouden van het rechtvaardig loon van de werklieden. Wel, dat wordt allemaal op massale wijze gedaan. Die vermoorden, ik heb al over rapporten gesproken, over euthanasie. De christenen zijn gedood geweest in de Gulag, ook door de islam. En nu zijn er dus mensen sterven aan die vaccinatie. Degenen die achter de schermen zijn, die doen dat intentioneel. Enzovoort. Dus dat verdient allemaal de straf van God.
Wel, wat is de oplossing? Verhuizen naar de Mariahoed, verhuizen naar een land, een streek met weinig of geen wraakroepende zonden. Ik heb maar twee landen gevonden die, waarvan de wet al die wraakroepende zonden verbiedt. Dat is Nicaragua en El Salvador. Maar ze zijn een beetje ver om naartoe te gaan. Ik ben als priester, ik moet dan bijna gelovig blijven. Voor zover er nog zijn, want het is niet alleen een probleem van pausen die er niet zijn, en bisschop die er weinig zijn, en priester die er weinig zijn. De crisis in de kerk is ook een crisis van gelovigen. Waar zijn de gelovigen? Waar zijn de gelovigen die hun geloof echt zuiver baard hebben, die zuiver leven in staat van genade, en die geen compromissen maken, en die bereid zijn voor de waarheid offers te brengen? Waar zijn ze? Dus het is een groot probleem, dus wat dat betreft. Wat is de oplossing tegen die straffen van onze lieve Heer en tegen eigenlijk de oplossing van al die problemen? U begrijpt het. Ik heb bepaalde oplossingen gegeven, maar zijn eigenlijk maar hulpmiddelen die niet fundamenteel zijn, die de zaak niet echt oplossen, die een klein beetje uit de wind zetten, maar niet helemaal dus beschermen. Dus de oplossing is natuurlijk bovennatuurlijk. Heilig leven, in staat van genade zijn, dat is het belangrijkste. Zonder mij kunt je niet doen. Veel bidden, dat zegt Maria overal naar verschijningen. Kruisen aanvaarden, boete doen, dat zegt ze ook in de beschijningen. Vurig zijn, verhuizen naar een goede priester, een goede bisschop, een miscentrum, waar je alle genademiddelen zoveel mogelijk kunt gebruiken. Volharden, mariaal zijn, want een kind van Maria gaat niet verloren. Nederig zijn, want de nederigheid doet je ontsnappen aan de grepen van de duivel. En de kleine weg volgen van Theresia, want het is een gemakkelijke weg en een volmaakste weg. En dat verdient de hemel. Dat dierbare geloven, dat is een korte samenvatting van die oorlog die nu gaande is. Die nu gaande is, op zoveel fronten. Dus het is een zeer eigenaardige oorlog. Maar het is een oorlog, want het leven staat op het spel. Van gemeenschappen, zelfs van de wereldgemeenschap. Die kabal die onze vijand is, die familie is, die machtige familie is, die willen dus miljarden, zoals u weet ook, miljarden mensen uitnodigen, omdat ze vinden dat er te veel mensen op aarde zijn. Dus het is een echte oorlog. Maar die geloven, ik heb u de oplossing gegeven. Ik wil er nog één woordje zeggen over het evangelie van vandaag, want Jezus geeft ook weer een richtlijn hoe dat we aan God kunnen behagen. Dat is, we kunnen van God alleen maar vergiffenis krijgen als wij aan anderen vergiffenis schenken. Wel, Jezus heeft het over iemand die dus een minister is van een koning. En die heeft 10.000 talenten schuld bij die koning. 10.000 talenten. Wat is dat? Zijn jullie wel bewust wat 10.000 talenten zijn? Wel, ik heb het gisteren uitgerekend. Ik ben het gaan opzoeken. 1 talent bij de Romeinen, want het is de Romeinse tijd. Jezus leefde in de Romeinse tijd. Het was de Romeinse munt wat hij het over had. 1 talent onder de Romeinen in de tijd van Jezus, onze Heer Jezus Christus. Dat is 34 kilo zilver. 1 talent. 1 talent is 34 kilo zilver. En 1 kilogram zilver nu, om te weten wat dat waard is in huidige termen, in euro's. 1 kilo zilver is nu 710 euro. 1 kilo zilver is 710 kilo. 34 kilo is 24.140 euro. Dat is 1 talent. Wel, die man had een schuld van 10.000 talenten. Dan kun je 24.140 euro vermenigvuldigen met 10.000. Waar kom je dan terecht? In 241.400.000 euro. Dus de schuld van die man bij zijn koning, dat was een minister, iemand, de minister van Financiën of zo, iemand die dus aan de bron zat blijkbaar, of iemand die zijn miljonair, zijn miljardair. Hè? Wel, deze had een schuld bij de koning van 241.400.000 euro. En die wordt zo kwijtgescholden. Zo kwijtgescholden. Die koning is natuurlijk God en die schuld, dat is de doodzonde. De doodzonde die begint met de erfzonde. Daar zijn we niet zozeer van bewust, maar het is toch een feit. Die heeft Jezus ook moeten betalen met zijn bloed. Maar voor de rest, alle doodzonden die we zelf hebben gepleegd. 1 doodzonde heeft een eindeloze schuld, eigenlijk. Want het tast een oneindige majesteit van God aan. Daarmee neemt Jezus zo'n bedrag om te tonen, eigenlijk is het eindeloos. Want 241 miljoen, dat is onoverzichtelijk. We weten zelfs niet wat dat is. Daar kun je alles mee doen. Je moet de rest van je leven niet meer werken, natuurlijk.
Dus dat is met 249 hoeken kun je alles doen. Dus dat is alles op natuurlijk vlak. Hè? Dus ik begrijp wat ik bedoel. Wel, die man die weigert dan, als hij die buitengewone weldaad gekregen heeft, dat die schuld wordt kwijtgescholden, zomaar, omdat hij het vroeg, omdat hij zegt, vergeef mij, ik zal alles doen, heb geduld met mij, ik zal alles teruggeven, maar ik kan het niet, maar ik zal mijn best doen. Dus die man dus, die toont zich van goede wil, en die koning is zo goed, dat hij dat gewoon kwijtschat. Wel, die man die, zoals u gehoord hebt en gelezen bij het evangelie, die komt een andere minister of dienaar van die koning tegen en die heeft bij hem een schuld van, hoeveel zijn dat hier? 100 denariën. 100 denariën. Wel, één denarius, één denaar, is 4 gram zilver. 1 denarius is dus 2,84 euro. Nog geen 3 euro. Dus 100 denariën is nog geen 300 euro, dat is 284 euro. Dus die andere heeft een schuld bij die ene, bij die eerste, van 284 euro. Dus dat is praktisch niks in vergelijking met die 241 miljoen 400.000 euro. Dus, maar hij weigert om die kwijt te schelden. En hij gaat hem zelfs voor het gerecht brengen en die moet dat absoluut, maar die heeft niks blijkbaar. Die heeft niks, dat is gewoon een arme sukkelaar. Maar die moet dat tot de laatste cent betalen. En dat is natuurlijk onverdraaglijk. Dus die anderen die zien dat en die gaan het aangeven aan de koning en de koning die maakt zich kwaad. Ik heb u zoveel kwijtgescholden, 241 miljoen euro. En jij wilt niet eens een keer aan uw medemens 284 euro kwijtschelden. Dat is toch ongelooflijk. Dan heb je mij niet nagevolgd in mijn goedheid. En dan heb je mijn goedheid eigenlijk niet waard geweest. Wel, dierbare gelovigen, dit is wat Jezus wil zeggen. Dus die schuld tegenover, die we tegenover God hebben, is eindeloos. De schuld die iemand die tegenover ons kan alleen maar klein zijn. Want alles wat de mensen tegen ons misdaan hebben, hebben we eigenlijk verdiend. Dat is een straf voor onze zonde, die we, zelfs als is het onrechtvaardig, het is misschien onrechtvaardig, die verhouding tussen hem en ons. Hij heeft ons waarschijnlijk iets verkeerd gedaan, dan moeten we hem vergeven eventueel als hij spijt heeft en een vergiffenis vraagt. Maar het is een onrechtvaardigheid. Maar zelfs als je het breder bekijkt, is het zelfs niet onrechtvaardig, want God laat het kwaad toe. God laat het kwaad toe met oog op een groter goed, betekent alles wat ons overkomt aan kruis, zijn eigenlijk straffen voor onze zonden. Het is rechtvaardig. Het is rechtvaardig dat we voor onze zonde gestraft worden. Dus zo onrechtvaardig is dat ook weer niet als we een onrechtvaardigheid ondergaan. Maar ja, laten we zeggen, het is een onrechtvaardigheid. Want dat is dus, iemand heeft tegenover ons gezondigd, heeft een schuld. Wel, wij moeten altijd vergeven. 7 77 keren, dat wil zeggen altijd. Wij moeten altijd vergeven, want die schuld die zij tegen ons hebben, is praktisch niks tegenover die schuld die wij tegenover God hebben en die God ons heeft willen vergeven. Maar op voorwaarde dat wij ook vergeven aan onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Dus denk eraan, ook al doet dat mij pijn wat hij mij aangedaan heeft, ik moet hem dat vergeven, want het is praktisch niks in vergelijking met wat wij God hebben aangedaan. En dat is ons wel vergeven geweest. Dus denk eraan die waarheid. Dus die verhouding van 241 miljoen, dat zijn de woorden van Jezus zelf, hè? 10.000 talenten tegenover 100 denariërs. Dat is 234 euro tegenover 241 miljoen. Dus denk daar eens een keer over na. Dus dat is wel interessant dat we bij die parabels ook weten waar het echt over gaat. Ja, gelovigen, natuurlijk moeten we vergeven, maar wij kunnen pas echt vergeven in de strikte zin van het woord. Als de mensen ons komen vergiffenis vragen, dan mogen we nooit weigeren. Ook al is het eerlijk geweest, we mogen nooit weigeren. Maar het wordt iets ingewikkelder als de mensen ons geen vergiffenis komen vragen. Moeten we dan ook vergeven? Ja, dan moeten we vergeven, van harte zelfs. Jezus zegt het. Maar in die zin dat wij het aan God overlaten.
Want wij kunnen die zonde niet weghalen. Als zij geen spijt hebben, kunnen wij die zonde niet weghalen. Want vergeven is eigenlijk de zonde weghalen. Maar wij kunnen dat wel van onze zijde doen. Oké, ik ga u niet bestraffen. Ik vergeef het u. Met eronder verstaan. We laten het aan God over natuurlijk, want hij is die het laatste woord heeft. Misschien komt het nog in de helderheid of in het vagevuur. Maar dat is dan niet door mij gebeurd. Dat is dan God die u rechtvaardig heeft geoordeeld. En wij bidden zelfs voor onze vijanden. Want dat is aan God zeer aangenaam. Zoals de heilige Stefanus, de eerste martelaar, die wordt doodgestenigd en hij zegt, God rekent hun deze zonde niet aan. Dus hij heeft hen niet alleen vergeven, maar zelfs vraagt hij hun ze dat te vergeven. En Jezus zelf zegt ook, maar je ziet dat het toch heel belangrijk is om echt vergiffenis te krijgen van God, van je zonde, dan moet je spijt hebben. Dat is onontkoombaar. Want die twee mensen die vragen, die zeggen, heb geduld met mij, ik zal mijn best doen, dus die tonen hun goede wil. Je moet je goede wil tonen om vergiffenis te krijgen van je zonde. En Jezus zegt ook aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, waarover gaat dat? Wel, over degenen die niet wisten wat ze deden. Dat wil zeggen de Romeinen. Die Romeinse soldaten, die dachten gewoon dat ze een bevel van hun overste, van Pontius Pilatus, en die heeft direct beslist dat dat een misdadiger is, en die heeft de dood verdiend, dus we gaan hem te dood brengen, want die man heeft de dood verdiend volgens onze rechter. Wat is de schuld van die soldaten? Ze weten niet wat ze doen. Hè? Ja, dus inderdaad, ze weten niet wat ze doen. Het wordt pas echt een zonde als ze weten wat ze doen. Dus hier zegt, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, inderdaad. Zij weten niet wat ze doen, dus dan worden ze ook niet verantwoordelijk. De fariseeërs wisten wat ze deden. En Pontius Pilatus ook, die wist wat hij deed, want hij heeft hem onschuldig verklaard en toch uitgeleverd. Zij zijn verantwoordelijk. En Jezus wil ook aan die zeggen, dus de vergiffenis van God is eindeloos. In de catechismus staat, hoe zwaar en hoe talrijk onze zonden ook mogen zijn, God is altijd daar om te vergeven, want hij is oneindig, ook in zijn barmhartigheid. Maar de voorwaarde is dat wij vergiffenis vragen, dat we spijt hebben. Want ik heb er al verschillende keren over gesproken, het gebrek aan spijt, dat is juist de hel. Wat is de hel? De oorzaak daarvan, de wortel is het gebrek aan spijt. Want van een doodzonde, dat wil zeggen in erge zaken, volle kennis, volle toestemming, iets doen, dat tegen Gods wil is, dat is een doodzonde, maar dat brengt u nog niet naar de hel, want u kunt nog vergiffenis vragen. Maar wat brengt u naar de hel? Dat je geen spijt erover hebt. Dat je er nooit geen spijt over hebt, dat brengt u naar de hel. Dat is de zonde van, degene die in de hel zit. Trouwens, dat maakt u ook onmogelijk om ooit uit de hel te geraken. Want in de hel hebben ze nog steeds geen spijt van hun zonde. Ze hebben wel spijt dat ze in de hel zitten. Ze hebben spijt dat ze lijden. Maar ze hebben nog steeds geen spijt van hun zonde. En daarmee kunnen ze niet uit de hel. Want hoe kun je in de hemel gaan als je geen spijt hebt dat je God haat, dat je God zwaar beledigt? Dat kan niet, gewoon onmogelijk. Dus zij houden eigenlijk zichzelf in de hel. Dat veroorzaakt de hel. Dus de spijt is toch wel fundamenteel voor vergiffenis te krijgen van God. Maar blijkbaar niet van ons. Dus wij moeten eigenlijk vergeven. Dat wil zeggen, Jezus zegt, laat aan mij de wraak over. De wraak komt toe aan God. Laat God de wreker zijn van het kwaad. Dus wij moeten de wraak aan God overlaten. Wij moeten ze vergeven. Dat wil zeggen, als ze geen vergiffenis hebben gevraagd aan ons, moeten ze toch vergeven. Dat wil zeggen, het aan God overlaten. En voor ons bestaat dat kwaad niet meer. Wij draaien de bladzijden om. We denken niet meer aan. Het is nu een zaak geworden tussen hem en God. Maar van ons zeiden, we zullen hem niet meer beschuldigen. Dat is wat Jezus vraagt. Omdat God zoveel aan ons vergeven heeft, moeten wij aan alle anderen vergeven. Want in vergelijking met wat de schuld die zij tegenover ons hebben, is gelijk niets in vergelijking met wat wij vergeven hebben gekregen van God. Dierbare gelovigen, vragen we aan Maria om aan al die voorwaarden om Jezus beter te kennen en te kunnen navolgen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.